Ja, we hebben hier weer 3 dagen voetbal. Dat is voor de 4e editie dit jaar. En eigenlijk het 3e jaar dat we bij de AFC La Première aanwezig zijn. Ja, het gaat gewoon ja, fantastisch. We zijn veel met de kinderen bezig met voetballen. De trainers zijn er allemaal bezig. We hebben een trainerskorps van 19 personen. We hebben 36 kinderen bij de jongste groep. We hebben de 96 bij de oudste groep. We hebben gewoon, daarbij staan er nu 120, tussen de 100, ja, of zeg 125 en 132 kinderen staan er op het voetbalveld. En die zijn bezig ja, met allerlei oefeningen. Van kleine paasvormpjes, spelletjes, toernooitjes. En ja, dat doen we gewoon 3 dagen lang. En verder gaan we naar Heracles Almelo. En daar spelen we, gaan we trainen. We hebben dat ter beschikking gekregen, het stadion, omdat Heracles vrij is. En ja, goed, en uiteindelijk komen we terug hier bij het AFC La Première op de velden. En dan gaan we spelen om de toernooiwinst. Dan sluiten we het, de 3 dagen af met toernooien. Er zijn genoeg kinderen die dit willen? Ja, er zijn genoeg kinderen. Er zijn altijd met vakantieplanningen van kinderen zijn altijd aan het denken van wat moeten we doen. En ja, uiteindelijk melden mensen zich daarvoor niet aan. Maar uiteindelijk hadden we van het weekend zaterdag hadden we nog eventueel 10 of 15 kinderen kunnen toelaten. Alleen dan zitten we gewoon gebonden aan de tenues, aan de materialen wat ze allemaal krijgen, de gadgets. Dus ja, daar kunnen we gewoon niet aan beginnen, helaas. Volgend jaar het eerste lustrum. Jullie zijn nog wel heel wat van plan, geloof ik. Ja, dan willen we toch wat, de groep weer groter gaan maken. Ons maximum ligt op 140 en we willen daar toch naar 176 toe. We willen nog wat meer creëren, dat het nog blauwer is. Dat nog meer de kleur van Almelo erin in betrekken. En ja, dan kijken van ja, wat de mogelijkheden zijn. Dat kost ons ja, kracht in de zin van menskracht. En uiteindelijk moeten we mensen creëren en bedrijven die ons willen ondersteunen. En als we dat kunnen, kunnen we het ook een stuk groter gaan maken. Wat krijgen de kinderen allemaal voor het bedrag wat ze hiervoor betalen? Ja, de jongste groep die betaalt 39 euro, daar hebben we het over de 5 en 7-jarigen. Die hebben 3 halve voetbaldagen. Dus die hebben de woensdagochtend, de donderdagochtend en de vrijdagmiddag. Want ze sluiten uiteindelijk wel af met iedereen. Dan krijgen ze een heel tenue. Dat is een shirt, broekje en kousen. Ze krijgen de laatste dag een medaille, ze krijgen een bal, ze krijgen een rugzakje. Ze krijgen een certificaat met foto en dit jaar krijgen ze ook voor het eerst een bidon. Nou, dat kunnen ook doorkomen doordat we partners hebben die dat willen ondersteunen. Die staan er ook op vermeld en daardoor kunnen we dat creëren. De oudste groep van 8 tot en met 14 voor 3 volle dagen krijgen exact hetzelfde. Die betalen 69 euro. Alleen die krijgen ook nog 3 dagen een gezonde lunch aangeboden. Ja, we hebben gewoon heel veel plezier erbij en we hopen dat, dat de weergoden ons nog goed gezind zijn. En wat dat betreft hebben we elke keer eind van de dag hebben we het elke keer prima voor elkaar, zoals nu ook. Het is droog. Ja, en daar zijn we heel gelukkig mee en we hopen dat morgen de laatste dag ook de weergoden ons goed gezind zijn.